Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Duitsland. Eh, boven Nederland valt het met de wolken wel mee. In eerste instantie krullen de opklaringen vanaf de Noordzee erin. En dat betekent dat vanochtend de zon nog geregeld schijnt. Dat er ook wel wat wolken voorkomen. Vooral in het noordoosten van het land. Temperatuur in de ochtend 15 tot 17 graden oplopend. Vanmiddag verder stijgend naar 19 tot 22, plaatselijk zelfs 23 graden in het binnenland. De kans op een bui neemt langzaam wat toe. Vooral in het noordoosten en oosten van het land. Maar vanavond is het op de meeste plaatsen gewoon weer droog. En begin de wolken geleidelijk op te lossen. Vanavond daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. De wind waait uit een noordoostelijke richting. Morgen draait de wind naar het zuidwesten. De bewolking neemt vanuit die hoek ook toe en de kans op neerslag is duidelijk groter. De temperaturen lopen langs de kust op naar 19 graden. In het uiterste oosten van het land kan het nog 22 graden worden dan een weekeinde met redelijk buiig weer. De meeste buien vallen in het binnenland, soms met een klap om weer langs de kust is de zon vaker aanwezig. Temperaturen gaan wat dalen naar 17 tot 20 graden en ook maandag is het nog aan de frisse kant met een aantal buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.